De acties van de luchtverkeersleiders van de luchthaven zijn vanmorgen om 11 uur opgeheven. Na een gesprek met de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chotkan. Een lekkage veroorzaakt door de zware regenbui van gisteren was gebleken dat de luchtverkeersleiders gisteravond omstreeks 10 uur spontaan in actie zijn gegaan. De actie hield in dat internationale aankomende en vertrekkende vliegtuigen niet afgehandeld werden. Onze nieuwsdienst heeft een telefonisch interview gehad met Faisal Baren, hoofd van de luchtvaartdienst. Hij geeft aan dat de leiding plotseling geconfronteerd is met de acties van de luchtverkeersleiders. Baren zegt verder dat er een vliegtuig van de SLM onderweg was van Miami naar Suriname, dat als gevolg van de acties tot 2 keer toe terug moest vliegen naar Georgetown. We hebben over en weer, tezamen met de luchtverkeersleiding, mijn persoon, de directeur NV Luchthavenbeheer en de DO van de SLM hebben we dus nog even geprobeerd de mensen die vlucht nog te accommoderen met towerpersoneel. Dat is niet gelukt. En de vervolgactie daarop was vanuit onze zijde dat de kist dus dan Suriname mocht aandoen middels pilot discretion. Wat dus ook is gebeurd. Nogmaals, het gaat dus alleen om het personeel van de tower en dus niet de luchtverkeersleiding in zijn totaliteit. De area control center die werkte dus gewoon normaal. Maar het betreft dus geen Guyanese luchtvaartuig, wel een Surinaams luchtvaartuig. Baren zegt verder dat de relatie tussen de luchtvaartuig havenbeheer altijd goed is geweest. Dus we waren verbaasd over de actie van het torenpersoneel, zegt hij. Timothy Mendonça, waarnemend directeur van de NV Luchthavenbeheer, bevestigt tegenover onze redactie dat de actie om 11 uur vanmorgen is opgeheven. Nou, ik praat dan vanuit de luchtvaartdienst naar de luchtverkeersleiders toe. Ze zijn dus onderdeel van de luchtvaartdienst, personeel van de luchtvaartdienst. Het hoofd van de luchtverkeersleiding die heeft dus tijd on tijd een hele goede communicatie met de leiding van de luchtvaartdienst met mij namelijk. En daarbij worden alle ter dienste staande middelen gebruikt en er worden geen tijdstippen gehanteerd. Dat wil dus zeggen dat we gewoon eenmaal 24 uur zodra het moet in contact met elkaar zijn. En zodra er issues zijn, proberen we die ook zo snel als mogelijk te verhelpen. Dus de verstandhouding is toch wel goed te noemen. De operatie op de luchthaven is vanaf 11 uur vanochtend weer genormaliseerd. De luchtverkeersleiders die in de toren werkzaam zijn, die zijn normaal weer op post. We hebben dit besproken nadat er een gesprek is geweest met de minister van OWTNC en de bond van de luchtverkeersleiders. Waarbij er wat actiepunten zijn genoemd. De issues die de airport regarderen, die zijn momenteel gedeeltelijk al opgelost. En we zijn met man en macht bezig dit allemaal op te lossen. Dat we binnen de komende dagen alles voor elkaar hebben en opgelost hebben. Ondertussen, doordat de operatie is genormaliseerd, zijn er al meer dan 4 vliegtuigen afgehandeld. En tot slot willen we vanuit de luchthaven nog aangeven dat de veiligheid gewaarborgd is. En daarmee dus de operatie zich normaal zal voortvoeren. Dat was dus een telefonisch gesprek met Timothy Mendonça, waarnemend directeur van de NV Luchthavenbeheer. En daarvoor was er een gesprek met Faisal Baren, hoofd van de luchtvaartdienst. Onze nieuwsdienst sprak hen naar aanleiding van de acties die het torenpersoneel van de Johan Adolf Pengel luchthaven gisteravond heeft gevoerd. De acties zijn vanmorgen om 11 uur opgeheven. Minister Chotkan deelt onze nieuwsdienst ook mee dat de lekkages intussen zijn opgeheven. Volgens de bewindsman heeft de dienst Luchthavenbeheer de werkzaamheden hiertoe verricht.